Dus hij kiest een instrument om unisono te spreken. Hij doet het echt niet bij de andere instrumenten. Ook niet bij andere blaasinstrumenten. Heel consequent bij blokfluit, terwijl blokfluit het meest inflexibel is. Het moeilijkste is om goed te intoneren, zelfs als je alleen speelt. Want als je een beetje meer blaast, wordt de toon hoger, minder, lager. En dat gaat om zulke kleine verschillen, dat je krijgt altijd interferentie tussen die twee. Volgens mij is dus, gaat het daar misschien wel eens om, dat die fluiten een beetje gaan zweven alsof het inderdaad ongrijpbaar wordt. Iets buitenaards, zou ik bijna zeggen. Het is een prachtige parallel naar de orgelbouw. Want daar heb je dus het Fox Urbana-register. Want het zweeft een beetje boven de... Dus we proberen het natuurlijk vanavond wel heel zuiver te doen, maar het mag niet helemaal zuiver. Die secundes die door elkaar heen weven, die dissonanten, bijna een beetje handen wringend wordt van pijn. Ik vind dit wat jij nu beschrijft eigenlijk het allerbijzonderste, want dat is heel uniek, dat doet hij eigenlijk nergens in. Nooit meer. Nee. Het is één vondst van de 22-jarige Bach en daar moeten we het mee doen. Dat is heel zeer schrijnend. Het is een buitengewoon moment, had ik denk. Ja. Want wat jij zegt, die blokfluiten zijn moeilijk omdat unisono spelen moeilijk is. Maar deze tremolo's zijn ontzettend lange noten op één streep. En dat moet allemaal klinken met die vier noten op één toon. En zo langzaam. Ja. Dat is heel moeilijk eigenlijk. Ja. En dat is een soort extreemheid. Hij wist wel dat het net zou kunnen. Maar je moet je wel je best voor doen. Wat ik altijd een beetje jammer vind als blokfluitspeler is dus dat ik in de kantaten aanwezig ben. Maar... heel lang en opeens, wanneer we dan het paradijs werkelijk bereiken, mag ik niet meespelen. dan hoor je dus de geweldige in paradijs van de bas met daaronder die gamba's. En voor mij, misschien ook omdat ik daar niet speel, maar voor mij is dat echt het absoluut meest ontroerende moment waarin je zo het warme bed van paradijzen, een soort voorstelling, en dan hoor je die gamba's. Die koraalmelodie door de alte uit het koor. Sowieso is voor mij eigenlijk alles van Bach een aria of wat ook, waar een koraal doorheen gaat, ook het openingskoor van de Matthäus. Nou, als dat inzet, ik vind het zo ongelooflijk, want de rest van de muziek gaat gewoon door. Deze ook, de zanger zingt gewoon door de continuo, speelt verder en wij spelen al onze dingetjes en dan komt ineens die koraal boven. Dat vind ik onwaarschijnlijk. Dat is altijd het mooiste eigenlijk. Dat het ineens helemaal stil wordt en daarna, nou het gekke is, het is een fantastisch moment, maar het is zo moeilijk om dat goed te spelen. Dat is eigenlijk waar ik dan aan denk, want daarna moet je heel hoog, heel zacht en het moet het mooiste stukje worden van de kantaten. Dus dat heb je dan eigenlijk ook altijd. Het is het mooiste stukje, maar het is ook het moeilijkste. Ja. En, nou, dat heb ik nou nooit gemerkt dat het moeilijk nee, was, maar ik ja, dat is ook, dat is je werk dan, maar ja, dat is dus echt heel lastig dat het zuiver is en dat het niet piept en zo. Overigens de arme bas, hè, zeg ik dan maar. De arme bas, ja. Want die krijgt dan dat prachtige Christuswoord, heute wirst du bei mir in paradies sein. Ja. Ja. Eigenlijk als je het woord paradies zingt, moet je een paar noten zingen die je eigenlijk niet kunt zingen. Nog nooit gevonden hebt, ja. Dus die arme bas, die moet hier ongelooflijk... Heel beeldend, hè. Ja. Je weet het toch niet echt hoe het daar is. Je kan überhaupt je ego niet meer laten spreken. Nee, dat gaat niet. Nee. Je moet alleen maar... Je wordt opgenomen in het totaal. Je kan niet even jouw dingetje zo doen. Je moet altijd passen.
Misschien heeft hij het daarom gedaan. Discipline. Ja, een hele gekke discipline is dat. Maar we hebben wel weer het laatste woord helemaal op het eind, hè? Die blokfluitjes. Ja. Ja, ja, dus het komt goed, zou ik zeggen. Het komt goed. Nou ja, dan zijn we toch in het paradijs misschien ook. Ja.